hoe moesten die mensen nu geraken van het oosten naar het westen? Die mensen zijn daar zo van aangedaan. Voor ons is dat zoiets, ja, dat is een verhaal. Ja. Deze poort, dat is nu de ingang van het museum. Maar vroeger waren dat de doorgangspoorten, hè? Op een paal een granaat ontploft. Dus die waren nog eens extra beveiligd. Dat is de wachttoren, hè? Dat is een originele kast waardoor of waarmee de soldaten. Daarom is men dan grens gaan bewaken zodat die niet konden gebruiken. Dus dat zijn er veel. Nog even terug. Een andere richting draaien. Ja, we gaan het over de aanvraag. Een bijscherm? Nee, ik ga het niet. Ja. Wat is dat één? Niet zo. Ah, ik zo. Laura. Ik land op het buik. Ah! Oh, het is hier! Hij zou bijna van de soldaten zijn. Mensen geschoven. Dus dat is nog maar 19. Moeten we hier nog iets vertellen? Ja, als ik ermee weg ben. Hè. En starten dat is? Nee. Hier? Met een ja, sorry, mannen maar. Oké, dat was weer dat filmpje. Zo. De Oost-Duitsland die hadden een staatsveiligheid, eigenlijk een soort... Ze deden alles om te kunnen ontsnappen. Waarom is het een bom? Oh man. Ah, hier blijft het voor de rest van de zee op zijn voetstukken. Nee, want er zijn dan andere helikopters. Of als je in een auto mocht. Deze maquette hier.